Hey kijkers, ik ben Hugo, TU Delft vlogger en in deze video laat ik jullie mijn DreamTeam zien. Dit is de DreamHal. Dit is een hal waar 12 verschillende studententeams zitten van allemaal verschillende faculteiten die elk allemaal hun eigen project maken en een jaar lang fulltime hier aan werken. Dit is bijvoorbeeld één van die teams. Dit is de Voortse Waterstof Racer. En die probeert zo snel mogelijk te gaan op waterstof. Hier hebben we nog een aantal voorbeelden. Dit is de Nova Racer die op bioethanol heeft geraced. Human Power Team, een hele efficiënte aerodynamische fiets die puur en op menskracht tot wel 135 km per uur kan. En dit is DUT Racing Team, eigenlijk een beetje de Formule 1 van de studententeams. Hier zitten al die verschillende teams eigenlijk met hun werkplaatsen te werken. Hier hebben we bijvoorbeeld de motorracer, hier hebben we de waterstofracer. Hier beneden zijn alle verschillende machines waaraan de teams werken. Dit zijn draaibanken, freesbanken die gedeeld worden om zo eigenlijk de productiefase goed door te kunnen lopen. En aan de bovenkant hier zijn alle verschillende kantoren waar de teams en het management zitten werken. En beneden hebben we dus de werkplaatsen. Dan gaan we nu naar beneden lopen en dan kan ik jullie de centrale hal laten zien en langs de verschillende teams gaan. Nou, dan lopen we nu de hal in. We hebben hier als eerste de raketteam. Die bouwt een raket om zo hoog mogelijk te gaan. Volgens mij tot wel 20 kilometer hoog. Hier hebben we de machines waar we het net over hadden. Nu ons solar team. Die bouwt jaarlijks een zonneauto en doet mee aan een soort wereldbeker voor zonneauto's. En wint ook erg vaak. Hartstikke goed. Daarnaast hebben we nog het WASAP team. Die bouwt jaarlijks een mens aangedreven onderzeeër om zo snel mogelijk te gaan onder water. We hebben nu land, lucht en water gehad. Er zijn nog veel meer andere teams, 12 in totaal. Maar we gaan nu door naar het team waar ik vorig jaar aan heb meegewerkt. We staan nu voor de werkplaats van het Human Power Team. Dit is het team waar ik vorig jaar aan mee heb gedaan. En ik kan jullie, als het goed is, nog meenemen de werkplaats in en jullie wat meer hierover vertellen. Dit team maakt jaarlijks een supersnelle fiets met als doel om in Amerika op een kaarsrechte weg zo snel mogelijk te gaan om snelheden van wel boven de 130 km per uur te behalen. Dit is de Velox 6 en dat is de fiets waar ik vorig jaar aan heb meegewerkt. Ben jij al klaar? Ja. Jan klaar? 3, 2, 1, go! De reden dat ik een DreamTeam ben gaan doen is omdat ik na mijn tweede jaar een uitdaging miste. Ik had het idee dat ik te veel bezig was met het oplossen van sommetjes en te weinig bezig was met het in de praktijk brengen van de techniek. En DreamTeam is eigenlijk een ideale oplossing hiervoor. Je bent nog steeds bezig met de techniek en tegelijkertijd heb je ook de kans om dit echt daadwerkelijk in de praktijk te brengen. En dat vind ik heel gaaf om te doen. Ontzettend veel studenten van verschillende faculteiten en met verschillende disciplines werken aan zo'n fiets. Niet alleen aerodynamica is van belang, vooral mensen van lucht- en ruimtevaarttechniek zijn er mee bezig. Maar je moet ook denken aan al deze overbrengingen, de structure, het frame, werkgebouwkunde komt naar voren, technische natuurkunde, elektrotechniek, van de bedrading. We hebben mensen van industrieel ontwerpen, noem het allemaal op. Dit komt allemaal samen om één super fiets te bouwen. De fietser zit op deze manier in de fiets en die kap gaat over de fiets heen. Dan vraag je je misschien af, hoe kijkt zo'n fietser nou precies? Nou, hier heb je een camerabubbel en twee beeldschermen. Dus de fietser zit eigenlijk in een soort afgesloten ruimte, als het ware een soort videogame. Hij heeft via dit microfoontje contact met de buitenwereld en zo gaat hij dus fietsen. De reden dat ik dit DreamTeam ben gaan doen, het Human Power Team, een supersnelle fiets, is omdat ik altijd gefascineerd ben geweest door zowel sport als techniek. En in dit team komen sport en techniek samen om het optimale te halen uit mens en machine en zo snel mogelijk te gaan in een fiets. Nou, voor de machinekant, de technische kant, zitten we in Delft wel goed. We hebben een hartstikke goede universiteit hiervoor. Maar voor de menselijke kant, de Human Power kant, daarvoor moeten we eigenlijk bij een andere universiteit zijn en daarom werken wij samen met de Vrije Universiteit van Amsterdam. We hebben studenten van bewegingswetenschappen en die houden zich bezig met de selectie, recrutering training, coaching, etc. van onze fietsers. En de fietsers die wij hebben, dat zijn ook enorme krachtbonken. We hadden afgelopen jaar oud-Olympisch schaatser Jan Bos en oud-profwielrenner Rick Flens. Ben je er klaar voor, Rick? Dit zijn dus onze twee fietsers van het afgelopen jaar, Jan Bos en Rick Flens, geselecteerd door de studenten van Amsterdam. Nadat je je renner hebt geselecteerd en uiteindelijk een concept hebt gemaakt en daadwerkelijk bent bezig geweest met de productie van de fiets, is één ding heel belangrijk en dat is testen, testen en testen. Je moet de fiets tot in de treuren getest hebben, wil je er zeker van zijn dat de fiets optimaal presteert tijdens de race in de zomer. Na de eerste test kwamen we eigenlijk achter de grootste probleempunten van de fiets. En nadat die verholpen waren, konden we overgaan naar de wat grotere test. We zijn toen een weekend lang naar een hele grote testbaan geweest in Duitsland, waar we een aantal dagen de tijd hadden om de fiets wat serieuzer te testen, op wat hogere snelheden en om te kijken hoe die echt performde. Jan, succes! First run! Tijdens deze test hebben we in Duitsland een snelheid van 94 km per uur behaald. Daar waren we ontzettend blij mee. De puntjes werden op de i gezet en zowel de fiets als renner als team waren klaar voor de race en klaar om naar Amerika te gaan. We zijn toen naar Amerika afgereisd om mee te doen aan de World Human Powered Speed Challenge. En uiteindelijk dus hopelijk het nieuwe wereldrecord van toen 139 km per uur te behalen. Of dat gelukt is, dat kun je in de volgende beelden zien. Wat een mooie avond had moeten kunnen en moeten worden. Dat is even kloten dit, joh. Ik moest ervoor al bij de kilometer kon ik al niet doorrijden, want het was echt all over the place. Je kan gewoon niet trappen meer. Het is echt vlagen. Afgelopen jaar hebben we helaas geen wereldrecord neer kunnen zetten, maar hebben we alsnog een ontzettend mooie snelheid van 124, bijna 125 km per uur. Vind ik alsnog ontzettend hard. Dat is sneller dan dat je op de meeste snelwegen mag rijden in Nederland. Het huidige absolute wereldrecord staat nu op 144 km per uur. Dat is van de Canadees Todd Richards. Ik ben een jaar lang fulltime mee bezig geweest. Je leert heel veel tijdens je bachelorfase. Maar omdat daadwerkelijk dat de TU dit aanbiedt om dit soort projecten uit te voeren en om de techniek daadwerkelijk in de praktijk te brengen. Ik bedoel, hier achter me staan twee hartstikke mooie en snelle fietsen. Dat vind ik zelf erg gaaf. Mijn functie was teammanager en PR. Teammanager spreekt een beetje voor zich. Dat is een leidinggevende functie over het gehele team. En daarnaast de PR, de Public Relations. Daarvoor was ik verantwoordelijk voor eigenlijk alle externe communicatie naar buiten. En dit is dus ook de reden dat ik bijvoorbeeld in een van mijn vorige vlogs bij een tv-opname was van een Belgisch tv-programma. Hier maar achter mij zien is de studio waar we net de opnames hadden. Dit zat vol met mensen. Ik zat hier met de twee presentatoren op de bank even te praten. We lieten nog een filmpje zien, een kleine edit. Het was echt super gezellig en echt ontzettend toffe ervaring. We zijn nog op andere tv-programma's geweest, we zijn op Galileo. En hoe hard kan je met dat ding? In 2013 zijn we hiermee hebben het wereldrecord gereden met een snelheid van 133,8 km per uur. Het klokkenhuis. Dit is de windtunnel van de Technische Universiteit in Delft. En de Velox die staat nu op een podium voor een ventilator. Pauw. Dit is het apparaat, zo ziet het eruit. Dat ja. Is... En Hugo, wat heb jij gedaan hier aan dit hele spektakel? Ik was dit jaar de teammanager van het team, ja. Maar ik heb me ook een beetje bezig gehouden met het technische aspect. Maar vooral het management, dat was mijn primaire functie. Nou, laten we eens wat technische dingen doornemen. Want... noem het allemaal maar op, dus dat is ontzettend gaaf om daar ook mee in aanraking te komen. Het nieuwe team gaat iets anders doen. Dit is Emiel, de teammanager van het nieuwe team. Kun jij mij misschien vertellen wat we gaan doen? We gaan dit jaar, in plaats van de afgelopen 6 jaar waar het mannenrecord is aangevallen, specifiek voor vrouwen de snelste fiets ter wereld bouwen. We zijn op dit moment live de 8 beste vrouwen die wij hebben gevonden aan het testen. En van die 8, Hugo, gaan we op 9 december de 2 beste selecteren. Kijk aan. Wil je nou op de hoogte blijven van deze 2 beste vrouwen? Volg ons dan op social media, op Facebook, Twitter. Wie weet halen zij het absolute wereldrecord voor vrouwen. Ik ben na een jaar lang met dit team bezig geweest te zijn, klaar met het team en nu dus weer doorgegaan met mijn studie werkbouwkunde. De nieuwe periode is net weer begonnen en ik moet weer hard aan de bak. Ik moet de tentamens halen, ik moet colleges volgen. Hebben we er zin in? Niet zoveel, maar het moet toch gebeuren. Dus vind je zo'n DreamTeam gaaf? Neem dan vooral een kijkje op de website. Ik zal de linkjes in de beschrijving beneden zetten. En ja, wie weet loop je hier over een paar jaar ook rond. Ik heb de hal nu verlaten en ga zo naar college. Maar voordat ik wegga, wil ik jullie graag nog vragen. Zijn er nog bepaalde onderwerpen die jullie interessant zijn om die tijdens een video besproken te hebben? Ik ben nog van plan om langs te gaan bij YesDelft. Dat is een soort start-up bureau die start-ups van studenten zelf helpt. En daarnaast wil ik misschien wat boeken laten zien. Wat zijn de verschillende boeken? Gebruiken ze? Hoe dik zijn ze? Welke taal zijn ze? Etcetera. Noem het allemaal maar op. Hey, hier Henry. En dus laat me gewoon even weten wat jullie interessant vinden. En dan kan ik er wat mee voor de volgende keer. En dan zie ik jullie ook de volgende keer. Tot ziens.